Ik sta midden in de bollevelden nu. Daar. Koud. Koud, hè? Dat komt omdat ik weer naar buiten kwam. Dan wordt het altijd koud. Ja, gaan we naar binnen dan. Goedemorgen, het is donderdag vandaag, het is hemelsvaardag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in de auto en we staan in Akrum. We hebben een camper gehuurd via een particulier en die woont toevallig in Akrum. Dus vandaar dat we weer in Akrum zijn. We staan inderdaad in onze jachthaven, want Chris zei onderweg van, we zijn aan de vroege kant. Het is, even zien, het is 9:15 en we moeten 9:00 er zijn. En Chris moest naar de wc. Hij zegt, ik ga even in de jachthaven naar de wc. Want ik heb tenslotte ook nog lichtgeld betaald. Maar het gaat via GoBoonie. En dat is een organisatie waarbij particulieren zich aan kunnen sluiten. En hun camper via hen kunnen verhuren. En toevallig was er iemand in Akrum die een camper vrij had voor dit weekend. Dus we zijn morgen ook vrij. Dus we hebben een lang weekend en dan gaan we naar Sint Maartenszee. Over de afsluitdijk voor ons, richting Noord-Holland. Maar ja, ik wilde graag de zee zien. En het wordt volgens mij niet zo heel erg mooi weer. Maar goed, ik heb boeken mee. Ik heb de iPad mee. Daar heb ik van Netflix wat dingetjes op gedownload. Dus we vermaken ons wel. Gewoon lekker camperen. Dat is ook voor het eerst natuurlijk voor ons. Om eens even uit te proberen of dat is wat is voor ons. Ja, we gaan er natuurlijk niet mee trekken. We hebben gewoon die camping vastgelegd. Omdat het, ja, ik wilde dan toch zekerheid hebben. Want het is natuurlijk nu een hele drukke tijd. De kinderen zijn vrij. En als je dan op de Bonnefoy ergens aankomt rijden. Ja, een hoop mensen doen dat. Maar ik vind dat dus, ik moet zekerheid hebben. Ik ben zo autist. Dus ja. We doen het zo. Romke is niet mee, dat is wel jammer, want op die camping mogen wel honden. Alleen in de camper mag geen hond, dus ja, vandaar. En ja, Celine had natuurlijk vrij. Dus, is hij mooi bij Celine. En wij gaan met de camper weg. En dan kunnen we ook lekker wat langer wandelen. Nou, het is 11:30. Ons camperavontuur gaat beginnen. We hebben hem opgehaald. We hebben er eerst maar eens even een natte doek doorheen gehaald met een sopje met Dettol, want hij was niet al te fris. En ja, je moet er dan doorheen samen met die man wat er een schade al is. Ja, anders krijg jij je borgen natuurlijk niet terug. Maar ja, nu wij we hebben hem even thuis gehad. We hebben hem even thuis ingeladen nog. Dan kom je er toch wel achter dat er... wat meer dingetjes stuk zijn. Er zit bijvoorbeeld een mutsje in het raam hier. En nou ja, dat hij ook hartstikke vies was. Slotjes die niet al te soepel mee werken. Maar goed, het is ook een camper van 20 jaar oud. Dus één ding is wel heel mooi. We hebben stralend mooi weer. Als we dit houden, jongens. Oh, dan ben ik zo blij. Het is heerlijk. Wat is het toch stralend mooi weer. Windmolens bouwen. Als je goed kijkt, zie je daar al, daar hangen die, hoe noem je die dingen? Wieken. De wieken hangen daar al in die kraam. Het zijn allemaal al van die, ja, hoe noem je dat? Van die voeten, die staan al klaar. Er komen heel veel molens bij. En daar zie je het. Stau. We hebben stau.
Nou, we staan nu echt helemaal stil op de Afsluitdijk. Echt helemaal stil. A few moments later. Maar daar begint een beetje wat te rijden. Die zijtak gaat rijden nu. Nou, we zijn er bijna. Nou, we zijn gearriveerd. We hebben het gevonden. De zee is vlakbij. Ik loop hier zo heen. En ik heb gigantisch mijn hoofd gestoten net. Want dan loop je vanuit de cabine. Of hoe noem je dit? Ja, kajuit. Weet ik het, hoe je dat noemt bij een camper. Ik zeg maar even vanuit de kajuit naar de cabine. En dat is even een stukje lager. Ik stoot keihard mijn hoofd. Dus ik heb nou hoofdpijn. Hoe dom kan je zijn? Het weer is in ieder geval heerlijk, dus niet te warm, lekker. We kunnen lekker buiten zitten, de zon schijnt. We gaan nou een lekkere soepje doen en straks eens even de buurt verkennen hier. Wij zijn op zoek naar de zee. We zijn allebei kapot. Hier is een klein beetje water. Een klein poeletje. En het is nog steeds heerlijk weer. Ik moet vasthouden de tas. En eens kijken hoe ver het naar de zee is. Ik moet een vrij drukke weg oversteken vanaf de camping. Het is echt druk. Het is sowieso hartstikke druk overal. Echt heel veel mensen op pad. Heel veel caravans tegengekomen. Heel veel campers. Ja. Oh, kijk eens wat leuk hier. Kikkers zitten hier. Ik zie ze zitten. Zie je ze? Ja. Lekker aan het koken. We hebben een hele wandeling gemaakt al naar het strand vanmiddag. Even lekker op het terras een biertje gedronken. En nou lekker koken. Ik ga stir fry noodles maken. Ik heb er een stukje kip door. En roerbakgroenten. Je kan hier ook eten afhalen, maar dan moet je dat van tevoren bestellen. Dat hadden we niet gedaan nog. Misschien dat we dat morgen even doen. Het ziet er lekker uit. Dan hoef ik straks alleen nog maar het water erbij te doen. En dan dit erbij. Dan zit er zo'n lekkere knoflook sojasmaak aan. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Ja, wakker geworden in de camper op de camping Sint Maartenszee. Redelijk geslapen. Het was even wennen. Wel weer vroeg wakker, want deze gordijnen, dat zijn dus in-betweens in plaats van gewone verduisterende gordijnen. Dus dan ben je heel vroeg wakker. En ondanks dat hier best wel veel kleine kindertjes zijn, die waren niet super vroeg. Ik was om 6 uur al wakker. Goed, wel even blijven liggen tot 1 uur of 8. En toen werd alles om ons heen hier ook een beetje wakker. Niet erg.
Ik had thuis al op de iPad wat films gedownload. En een super spannende film gezien gisteravond. Ja, een serie eigenlijk. Zweeds volgens mij. Ja, heel goed. En daar hebben we ons mee bezig gehouden. Het is nu een stuk kouder en de zon schijnt niet. Dus dat is even anders dan gisteren. En dat gisteren toch de beste dag was. Maar goed, het is droog. Dat is al heel, heel fijn. En ja, een beetje hierachter. Maar Chris die is best wel enthousiast. Die heeft zoiets van, goh, ik denk wel dat dit iets voor me is. Ik moet er nog even aan wennen. Kijk, we hebben natuurlijk nu gewoon een camping. En dat is anders dan dat je met zo'n ding gaat trekken. En dan op camperplaats gaat staan. Ja, dat zie ik natuurlijk bij heel veel mensen wel in vlogs ook. En dat moeten we nog eens gaan ontdekken. Dus ik denk wel dat we op de duur eens even een als het allemaal wat vrijer is, dat je ook makkelijker naar het buitenland kan. En wat natuurlijk nu alweer weer bijna mogelijk is. Maar dan willen we toch eens kijken of we ze een camper langer kunnen huren. En dan niet zo een als dit. Dan wil ik een iets luxere. En ja, wat nieuwere. Doe ze ook. Het is gewoon heel goor. Hij was ook heel vies. Dus dat is even een minpuntje. Maar op zich is het een heel leuk campertje. Indeling is leuk. Kijk, je hebt hier een, let niet op de troep, hier zo'n trein zit. Hier dan het bed, een vast bed. Er zitten heel veel kastjes. Kijk, daar staat één open. En hier om ons heen, het is allemaal één en al kastruimte, dus je kan heel veel kwijt. Hier onder het bed zit een beste bak en die kan je ook aan de buitenkant weer openmaken. Dus daar kun je de stoelen en alles in doen. Dit is het badkamertje. Nou, daar hebben wij de schoenen in gegooid. En deze is echt ranzig. Nou, dit gebruik ik alleen om tanden te poetsen. Maar dat doen we ook zoveel mogelijk bij de douches. Want anders is die vuil watertank zomaar vol. Het toilet gebruiken we niet. Want dan moet je dat ding weer legen. Dat is een chemisch toilet. Dus dat doen we niet. Dat doen we gewoon hier. Zoveel mogelijk. Of de nood moet 's nachts zo hoog zijn dat ik het niet meer red. Maar goed, dan loop ik nog liever die kant uit. Het is vlakbij, dus straks even een paar boodschapjes halen nog hier. Spar Supermarkt is vlakbij. En dan gaan we proberen om eens even richting Callens Oog te lopen over het strand. Dus van een hele lange tippel. En we zijn in Callens Oog. Nou, we lopen weer terug vanaf Callens Oog naar Sint Maartenszee. En als we terug zijn, hebben we iets van 60 kilometer gesjouwd. Dus ik ben, 8,5 heen, toch? Ja, maar dat is totaal. We hebben vanmorgen heen gereden, maar het is 14, 15 kilometer. Nou, dat is toch een hoop? Ja. 14, 15 kilometer als we terug zijn. En ik voel het nou overal. Dus ik weet ook niet of ik dit ga halen. Moonbus terugnemen. Oh, 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 oh
Chris even eten halen. We hadden een TKW gedaan. Moest je formuliertje invullen. En dan bij het restaurant inleveren. En dan kan je het ophalen. 6:30 kun je het ophalen. Dus, het is nu 6:50. Hij loopt die kant uit. En ik was dus finaal aan gort. Ik heb zo'n pijn in mijn heup. Die wandeling is net even te veel geweest. Want het was al bijna 15 kilometer. Tussendoor natuurlijk even gegeten. Even daar gezeten. Of gegeten. Even koffie met gebak. Maar dit was even te veel. Ik heb heel veel pijn. In mijn heupen, in mijn rug. Dus de kantine is niet meer. Die stukken lopen. Oh. Nee. Ik zal het tafeltje verdekken. Bordjes neerzetten vast. Dan gaan we lekker smullen zo. Heerlijk. We hoeven niet te koken. Dat is het lekkerste van vrij hebben van vakantie. Niet hoeven koken. Zalig. Nou, ik zal de boel klaarzetten. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Natuurlijk weer wakker geworden in de camper op camping Sint Maartenzee. En het regent. Ja, het is nu echt over met het mooie weer. Chris is onder de wc. Ik heb de deur open. Het is best wel koud ook. Het is nou knudden. Dus komen we dat opklaart. We hebben een handdoek opgehangen voor de ramen. En dat scheelt ook hoor. Want het zijn natuurlijk in-betweens. Dan ben je om 6 uur al wakker 's morgens. En dat is de bedoeling niet. Maar ik zal zijn zeeuw aanzetten. Voor een lekker bakje koffie. Zo, we zijn weer onderweg. We zijn lekker aan het wandelen. We gaan nu richting Sint Maartensbrug. Dat is volgens mij de geboorteplek van mijn vader. Achter mij zie je de bollen. Prachtig. Zoveel mooie kleurtjes. Het is koud. Maar nu is het wel droog. Ik sta midden in de bollenvelden nu. Heel mooi. Kijk zo naar de kleurtjes hier achter mij. Prachtig. Hey poppie. Hey. Daar is die andere. Ja. Dag. Koud. Koud, hè? Het komt omdat ik binnen buiten kwam. Dan wordt het altijd koud. Ja, gaan we naar binnen dan? Hij doet het niet. Huh? Het is nu ja. Heb ik nou ook? Ja. Als je dus van beneden naar. Ja. Nee, je moet stukken naar voren. Oh. Nou, lieve mensen, jullie zien het goed. We zijn op de terugreis. Wij hadden gegeten en te planten en te planten en ik zag op buienradar dat het eigenlijk door zou blijven regenen tot morgen, laat in de middag nog
40% kans op regen. En wij hadden toch al in de planning zitten dat wij morgen zouden gaan rijden. Zouden we er nog een leuke dag van maken? Zouden we nog een beetje bij de kust langs? Maar we zaten daar maar en we hadden zoiets van, we gaan maar vast rijden. We gaan naar huis. We gaan lekker in ons eigen bed slapen. En maandag op ons gemakje deze camper weer terugbrengen. Dan kunnen we morgen altijd nog thuis wat leuks nog gaan doen. Mocht het weer wel wat meevallen. Dan kunnen we altijd nog wat anders verzinnen. Maar we waren het echt wel zat. Je zit in een kleine ruimte, het plant, je kan niks. Buiten zitten, als het droog was, was eigenlijk ook te koud. Dan zat je toch met dikke jassen aan de buiten. En het was niet lekker meer. En je zag het op de camping zelf ook. De mensen gingen dan weer naar buiten, dan weer naar binnen. En nee, jammer. We hebben het leuk gehad, maar we gaan terug. En nou is het ook waarschijnlijk niet zo druk op de Afsluitdijk. Dus dat gaan we doen. Thank you.